Ja, hier ligt nog een klein voorraadje zonnepanelen. Omdat er gewoon zoveel onzekerheid is, worden die zonnepanelen niet meer verkocht. Nee. Mike Luijer is sinds 2 weken gestopt met zijn zonnepanelenbedrijf om een faillissement te voorkomen. Volgens de branchevereniging is 75% omzetverlies of meer dan ook geen uitzondering. De zonnepanelenfaillissementen die vlieg je echt om de oren. Mike zag vooral dat de klanten onzeker werden van het beleid van de overheid. Er geldt nu namelijk een salderingsregeling. Dat is een regeling waarmee je de stroom die je op zonnige dagen teruglevert aan het elektriciteitsnet weg kan strepen tegen wat je afneemt. Maar het kabinet wil die regeling vanaf 2027 stopzetten. Ik snap het af en toe niet meer. Zelfs ik loop af en toe achter de feiten aan omdat er zoveel verandert in zonnepanelenland. En dat is ook de reden waardoor je onzekerheid krijgt en waardoor onze agenda's leeg komen te staan. Daarnaast rekenen energiebedrijven nu ook kosten als je opgewekte stroom niet gebruikt en dus teruglevert. Het stroomnet is namelijk al overbelast. Ik had echt zoiets van, wat? Hoezo moeten we gaan betalen? Dus je strikt in eerste instantie. Nu is echt die teruglevering, omdat de vaatwasser waarschijnlijk afgelopen is, geeft hij nu, of hij begint nu weer te draaien. Maar je zag even dat we 2 watt aan terugleveren waren. Ja. En zo zie je ook een beetje hoe dat dus fluctueert. Dus de zonnepanelen die doen hun werk. Op het moment dat je dus niet direct verbruikt, dan gaat het direct weer terug naar het net. Jet heeft zonnepanelen en is ondanks de recente ontwikkelingen nog steeds blij. En het is natuurlijk ook nooit de bedoeling geweest dat je als individueel persoon een energieproducent gaat worden. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om te zorgen dat daar waar je woont, dat je gewoon uiteindelijk energie-neutraal kunt wonen. Er zijn dan ook innovaties op komst, zoals de thuisbatterij, waar je energie in kan opslaan. Volgens Mike en Jet zijn zonnepanelen verder nog steeds rendabel. Al is het voor Mike's bedrijf nu sowieso te laat. Je bent al gestopt. En is dat niet ook gewoon het risico van het vak als je ondernemer bent? Ja, er is zeker een risico als ondernemer zijnde. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar we hebben ook een overheid die wel een visie uitstippelt. Haal zonnepanelen, dat was de visie. Daar hebben we op geanticipeerd. En ze laten ons nu gewoon vallen als een baksteen. Dat is wat het is.